Jij vindt het soms ook een beetje moeilijk om te ontspannen. Hè? Het is 10 uur. We gaan nu live. Net van die hobbels. Ja, er komt er weer een. Je ziet er echt mee hier. Ja, nou ja. Hoe heet het? Is gewoon een beetje druk met haar. Dus nu ben ik een beetje aan het researchen waar je dus leuk kan ontbijten op landgoederen en wijnfarms. We gaan nu naar Nest Daily. Dat heb ik weer uit een boekje wat ik ergens had gelezen hier. Dus ik ben benieuwd. Ik heb ook wel trek. Het is 8 uur. Kijk, die man van mij is even lekker vloggen, joh. Bij deze bied ik mijn excuses aan voor als we soms dubbele beelden hebben. Dat is nou helemaal niet anders. Ik weet ook niet zo goed hoe we dit moeten aanpakken. Maar soms vloggen we allebei en soms niet. Het is sowieso wel unieke content, want het is natuurlijk mijn point of view en Jorg's point of view. Maar af en toe liggen we helemaal in de deuk van, oh, ga je vloggen? Oh, oké, dan ik niet. Yay, we're the first people! Nou, ik zit nu even naar de kaart te kijken. Ze hebben hier een ontbijt tot 12 uur, maar ze hebben ook allemaal andere dingen. Dus je kan hier ook lekker gaan lunchen. Ik denk dat het ook best wel een stuk drukker is. Ze hebben daar lekkere pasta, zie ik. Salades, quiches. French toast. Ja, en croissants. Dat heb ik al heel lang niet gegeten, dus dat ga ik nu eens even lekker bestellen. Ga jij voor gezond of ongezond vandaag? Ik denk dat ik voor ongezond ga. Voor French toast, hè? Daar heb ik eigenlijk ook wel zin in. Gewoon lekker. Maar ik probeer dus nu echt gezonder te zijn dan vorige zwangerschap. Want toen ben ik echt losgegaan. En nu hou ik me een beetje, in. Ik heb al een paar dagen geen snoep gegeten. Dus dat is best wel goed voor mijn doen. Want als je met Jorg Ruis samen woont, dan krijg je dus elke dag chocolaatje aangeboden. En dingetjes. Hij is namelijk echt een onwijs... met Jorg Ruis samen. Hij is een onwijze zoete kaal. En dan krijg je dat komt hij elke keer aan, weet je. Het is super lief. Maar hij is eigenlijk een feeder. Oh. Ik weet het daar niet mee eens. Nee, daar ben ik niet mee eens. Jorg, ben je het? Jorg, Charlie, wat doe ik? Lookalike Jorg. Hallo, lookalike Jorg. Ik heb voor jou ook wat eten bij me, hoor. Nog meer eten. Wie is hier nou een feeder? Zo, ik ben inmiddels naar buiten verhuisd. En dit ding, dat tentje, blijkt toch wel echt een heel ideaal tentje te zijn. Ze lag er net lekker op de ruggetje in te kroelen en nu is ze aan het zitten. Ik hoor net dat het sneeuwt in Nederland en wij lopen hier zo half naakt rond. Jeetje man, ik hou altijd wel van sneeuw in Nederland, maar het is ook wel koud, hoor ik. Ik ben net in mijn eentje met de auto naar Muizenberg gereden. En daar heb ik een behandeling gekregen voor acupunctuur en cupping op mijn rug en mijn schouders. Bij heel leuk, lang leven Instagram, bij Jackie. Ik kreeg haar getipt via Instagram als een hele goede verloskundige die dus de helft van het jaar hier woont en werkt. En de helft van het jaar in Nederland, in Amsterdam. En ik wilde heel graag het hartje even luisteren. Want we moeten dus nog steeds best wel lang wachten voordat we eindelijk die baby gaan zien en ontdekken wat het wordt. En gelukkig is het hartje. Klinkt het leven nog, dus dat is fijn. Ik heb nu een soort van 2 acupunctuurpuntjes op mijn oor, soort plakkertjes. Dat heb ik ook nog nooit eerder gehad. En dat schijnt dan, ik zit nogal vast, schijnt te helpen. Maar waarom ik het eigenlijk zeg? Ja, we zitten hier natuurlijk gewoon boven op elkaar. Dus met Jorg gaat het altijd wel goed. En ik moet ook zeggen, ik heb best wel veel behoefte aan tijd alleen. Heb ik nu ook weer gemerkt, lekker hier rondrijden is zo'n cadeau op zich. Dat je die bomen ziet. Het is een soort boswandeling als je hier rijdt door naar Constantia, Muizenberg. Gewoon even tot mezelf komen. Dat is zo belangrijk. Ik was eigenlijk een beetje stiekem vergeten hoe belangrijk alleen zijn voor mij is. En ik moet nu ondertussen lachen, want zit je te kijken wat ik allemaal aan het doen ben? Ja, en wat ben je lekker aan het knabbelen?
als Charlie iets wil knabbelen, dan is het wel gedroogde mango. En dat kan je hier overal kopen en dat vindt ze helemaal geweldig. Is er gewoon een half uurtje mee zoet. Kijk eens zitten, en we zijn naastig op zoek naar nieuwe hoedjes, want alles is te klein. Maar nog niet gevonden. Cheers! Zo wil ik elke dag wel afsluiten. Dit is wel echt het goede leven. Het is weer een mooie nieuwe dag. Kun je raden waar we zijn, als er mensen al hier eerder zijn geweest. Het is een hele populaire plek. Restaurant Babel is dat, maar ik ben op Babylon's Toren. We gaan straks daar eten. Ik heb nog nooit gegeten. Ik ben hier wel best wel vaak geweest. Het is een hele mooie tuin. En eigenlijk is het een oude boerderij. Waar je kunt wijn proeven uiteraard. En waar je in de greenhouse kunt lunchen. Maar dat schijnt wat meer upscale te zijn. I don't know. We gaan het ervaren. We moeten minstens één goed restaurant per week doen, vinden wij. Vroeger kwamen hier natuurlijk al heel veel Nederlanders. En dat kun je zien, want toen ze deze tuin maakten, vonden ze dit Delftse servies en Chinees servies, porselein. En dit is de tuin. En het is 30 graden, Jorg. 30 graden. Kunnen we ergens koffie halen, denk je? Ja, we gaan eerst koffie halen. Nou, Jorg heeft toch zijn nieuwe levensmissie gevonden hier. Hij staat het liefst achter de counter. Dat? Zeker als ze dit soort producten hebben. Je ziet het hier niet, maar je ziet het straks daar. Ze hebben chocola. Ja, alles is hier echt... Ja, dit is de chocola. Ik dacht zeep. Het is ingepakt. We hebben net dit gekocht. Dit is met roze, witte rooschocolade en pumpkin seed. En ze hebben dus ook chocola. Waar staat hier nou de chocola met dit? Ja. Dit is dus met olijf erin. Ja, je zou het niet verzinnen. Het is super lekker. Dit winkeltje is net een maand open. Als je hier wel eens eerder bent geweest, vroeger deden ze hier wine tastings. En nu is het een soort bakery. We hebben even koffie gehaald. Menu, dus het zomermenu is echt heel fijn voor als je geen vlees eet, want dit is allemaal vegetarisch en dan kan je dingen toevoegen. Vega en vlees. Dus ik ben helemaal gelukkig dat er heel veel opties zijn. Ik zeg net tegen Jorg, soms ben je moe en dan ben je druk. Bijvoorbeeld net hebben we een uur in de auto gezeten, was het heet. En voor je het weet ga je gewoon maar aan de gang en loop je hier. En het is hier prachtig natuurlijk, maar ik zei wel van, we moeten echt beseffen, elke dag weer, dit is waar we het hele jaar zo hard hebben gewerkt. Dit is waar we het voor doen. Om hier te kunnen eten, om gewoon onze dagen gewoon in te vullen, zelf maar te kiezen. En ja, dat is gewoon, dat besef, dat maakt je zoveel dankbaarder, maakt je zoveel, dat alles zoveel bijzonderder is. Ik merk wel, Jorg, dat jij vindt het soms nog een beetje moeilijk om te ontspannen. Ik ben nog heel veel aan het schoonmaken en toch wel met thuis bezig nog. Ja, ik vind het lastig om te ontspannen. Heel veel mensen hebben dat, wist je dat? Ja. Dat is ook echt mensen die snel neigen tot burn-out. Dat zijn allemaal mensen die het moeilijk vinden om los te laten en te ontspannen. Maar het zijn gewoon, dat is het type achievers. Ik weet nog dat toen met Tony Robbins waren, er stonden 9000 mensen in de zaal. Dat zijn ook allemaal achievers. Ja, die maar dat door. Is... Die willen een doel, die willen door. En... Klopt, alleen het is heel lekker om een stempel zoals dat op jezelf te drukken. Zo van, nou, dan is het goed. Maar het maakt het natuurlijk niet goed. Hoe ga je het aanpakken? Want we zijn nu 2 weken verder. Normaal hebben we een vakantie van 2 weken. De telefoon echt in een kast leggen. Dat doe ik nu te weinig. En... En gewoon een boek pakken bij default. Niet een telefoon pakken. Het zit er echt nog heel erg in. Het moet bij mij echt even uit. Ja. Het helpt ook om hem uit te zetten. Dat als je hem dan pakt, omdat je zo verslaafd bent, dat je denkt, oh ja, shit, hij staat uit. Ik moest dit niet doen. Ja. Wat voor boek lees je nu? The Bath. Is dat iets ontspannends? Of is het weer werk? Nee, het is heel tof. Nee, het is zeker geen werk. Nee, okay. Ik heb één werkboek, één leuk boek. Mag ik nog vertellen snel wat het is? Ja. The Bath, een van de populairste professors van Harvard over Chinese filosofie. Punt. Charlie zit lekker te werken op haar broodje met olijfolie. Het is 10 uur. We gaan nu live. Zaterdagochtend. Dit is onze installatie op het wasrek. Charlie heeft er zin in. Yes! Charlie heeft er in ieder geval zin in. Yes! Yay! Yay! Oh, ik zie niks. Zo nice.
Hallo, hallo. Ja, maar namens deze... Ja, ik doe het, ja. Ik hoop dat jullie ook ons kunnen horen. Het is een beetje donker. Ja, zijn we ook donker bij jullie of alleen bij onszelf? Goedemorgen deze zaterdagochtend. Charlie, zeg even hallo. Ja, je snapt het niet, hè? Maar jeetje, wat leuk, wat zijn er voor mensen? Yes, yes, ja. Ah! We kunnen al jullie chat eraan zien. Dat is heel goed. Er zegt al iemand, jullie zijn goed te zien en goed te horen. We zijn heel eventjes naar de Old Biscuit Mill. Het is nog maar, volgens mij, het is 2 uur, dus zijn hartstikke laat. Desalniettemin is het nog steeds druk. Maar we zijn even in een winkeltje waar ons konijntje vandaan komt. Ik weet niet of het herkent. We hebben die in het grijs. En dan krijg ik altijd zoveel vragen over van waar hebben jullie dat vandaan? Nou, hier dus, van dit winkeltje. Het eerste winkeltje aan je linkerhand. En nog wel wat meer grappige dingen. Dus we gaan even kijken of we nog wat leuks tegenkomen. En ik hou er wel van dit soort oude dingen om souvenirs mee te nemen naar huis. Alleen als het gaat om dit soort maskers, dan vertrouwen we het niet helemaal. We denken dat er toch wel een soort van enge energie aan vast kan blijven hangen. En dat je, dan moet je het eerst allemaal gaan reinigen en zo. Dus we houden het even bij kijken. Ze hebben hier trouwens ook echt ziek grote edelstenen. Kijk, wel een hele mooie winkel. Even een flesje ondertussen. Heb je dit winkeltje niet aan? Als ik een kantoor zou hebben met een bureau, zeg maar, met zo'n kabinet achterin, dan zou ik dit ook doen. Van Kuifje. Oh ja, daar. Ik dacht, ik ken het ergens al. Het is zondagavond en Jorg en ik hebben date night. We hebben gewoon een oppas geregeld. Super chill, de dochter van de eigenares van ons huis. We hebben net een zonsondergangetje gepakt, kusjes gegeven. Nu zitten we in ons favoriete restaurant, Close Street House. Wat een plaatje. Het is net een sprookje als ik naar je kijk. Met al die lampjes. Ja, ik ben weer helemaal verliefd op je. Maar Charlie concurreert natuurlijk een beetje met mij. Ja, ik denk als we moeten kiezen tussen wie er verliefder op jou is, Charlie of ik, wat denk je dan? Als ik voor Charlie moet spreken, dan reageert ze wel heel erg enthousiast als ik eruit kom. Ja. Ze heeft natuurlijk al een hele speciale band met de moeder en dan vindt ze het heel erg leuk dat ze vader is. Ja, ze is wel heel erg verliefd op jou. Ja. Nou, eet smakelijk. Ik heb een zalmpje met risotto. Een hele zonnige maandagochtend is het vandaag. We gaan naar Kommetje rijden. Of zoals ze het hier geloof ik zeggen, Kommetje. Ja, heel lekker dit. Ik zeg het alsnog verkeerd. Het is Kommetje. Welkom in Kommetje. En we gaan over Chapman's Peak. Wat echt een prachtige route is waar de meeste autocommercials ter wereld worden opgenomen. En we zijn eigenlijk na 50 meter. We zijn nog niet eens officieel op de Chapman's Peak. Zijn we al gestopt om even hier het uitzicht te filmen. Want het is wel heel fenomenaal. Hier kan je heel goed zien Houtbeen liggen, het strand. Zo, we zijn aangekomen op onze eerste bestemming van vandaag, de Imhof Farm. Ik heb dit weer ergens opgedoken. Ik weet soms niet eens hoe ik aan mijn adresjes kom, maar dit is echt absoluut een plek om naartoe te gaan met kinderen. Ik zie achter mij ook alleen maar mensen met baby's en kindjes. Het is een boerderij in Kommetje. Dus als je net als wij de Chapman's Peak Drive gaat doen en je wil een beetje de buurt gaan verkennen, of je gaat bijvoorbeeld naar de Pingwings of je gaat naar het Noordhoekstrand, dan moet je hier ook even langs gaan. Het is vanaf Houtbeen een half uurtje rijden. Met dieren, met allemaal winkeltjes. En je kan hier lekker lunchen. Kijk eens even, we hebben hier gewoon uitzicht op het strand van Noordhoek. Mooi hoor. We staan nu even in een soort van tuin.
Weer een speeltuin. Nou, dit is echt de plek voor spelende kinderen. Hallo. Ze hebben hier ook een heel leuk shopje met allemaal lekkernijen. Echt lekkernijen, want deze klapper. Dit is echt wat voor jou, hè? Oh. Deze hebben we net op, ook heel lekker. Dit is leuk voor de kiddies. Wat is dit? Coconut rice, zullen we dat kopen? Echt? Proberen? Kom maar. Altijd... gekke dingen proberen. Ik krijg altijd om me... Ik ben altijd heel erg van gekke dingen proberen, maar blijkbaar werkt het nooit. Want niet alles is lekker. Ik had een keer ijsthee, was niet lekker. Maakt dit je gelukkig? Hé, hey, dit kopen we gewoon samen. Wil je dat? Ja hoor. Ja hoor. Als die lekker is, dan krijg ik een kop. Of je krijgt op je kop. Goed, 3 seconden later, Jorg. Je mening over dit heerlijke hapje. Ik dacht, dit is de shit. Maar het was een experiment was het, hè? Dat heb ik vooral gezegd. Ik vind het toch niet zo. Het is kokos met suiker. Dat zag ik al meteen. Het is kokos, wel een goede naam. Ondertussen zijn we eigenlijk bij onze vrienden uit Amsterdam aangeschoven in hun huis. Hallo. Ze wonen in Kommetje. Kommetje. Als je Kommetje is, Kouper hoorden wij. Ja. De eerste 3 dagen Kommetje gezegd, jullie ook volgens mij? Heel veel. Heel veel Kommetje. Heel veel. En dan ben je gasten met tattoos. Kom met Kommetje. Maar wel een lekker plekje. Ach man. Een lekker plekje. Ik zal het even filmen. En voor alle mensen die kijken. Dit is een Airbnb. Ik film het even. Ze hadden het er net over hoe chill het hier wonen is. En dat is Nana's... Moet ik het niet zeggen? Jawel, mag. Dat is Nana's droomhuis. Als dit wordt uitgezonden, is het al aan haar verkocht. Ja, dat is veilig. Dus dat huis kost 220.000 euro. Met een mega lab, grote lab grond eraan. Ja. Je ziet het niet zo heel goed, maar... Wil iemand het huren van deze mensen? Ja. Yes. Als je in de buurt van Kommetje bent, ga dan even kijken bij de Lighthouse van Slangkop. Dan heb je hier een leuke boardwalk. Die is wel leuk voor met kindjes. En strollerproof.